Beste mensen, gemak versus privacy. Het onderwerp van het debat op scherp. Ik ben blij dat ik daar een bijdrage aan mag leveren. En zoals u ongetwijfeld weet, gelden sinds 25 mei nieuwe Europese telecomvoorschriften. En die regels moeten zorgen voor meer concurrentie in de communicatiesector en betere diensten voor klanten. En dankzij die nieuwe regels beschikken burgers en bedrijven over meer consumentenbescherming. En meer keuze. Meer samenhangende regelgeving in de EU. En betere online privacy en veiligheid. Over dat laatste gaat vandaag uw debat. U bespreekt daarin een aantal actuele vragen over privacy. Over het gebruik of misbruik van klantgegevens. Over de beveiliging van informatie die bedrijven over mensen hebben. En over de Europese dimensie. En daar wil ik graag op ingaan. De afgelopen tijd is er te vaak misbruik gemaakt van persoonlijke gegevens. En daarop volgde een brede maatschappelijke discussie. Niet alleen in Nederland, maar ook in de rest van Europa. Het Europees Parlement heeft ook stevig aangedrongen op aanscherping van de privacyregels. Die aanscherping is er gekomen. Wat houdt dat in? De nieuwe voorschriften beogen dat mensen beter worden beschermd tegen misbruik van persoonsgegevens en spam. Telecomoperators en internet service providers moeten goede veiligheidsmaatregelen nemen om de namen, e-mailadressen en bankgegevens van hun klanten te beschermen. Dat geldt ook voor de gegevens over telefoongesprekken en internetsessies. We willen voorkomen dat dit soort informatie in de verkeerde handen valt. En helaas is dat de afgelopen tijd te vaak gebeurd. Dit geeft nog maar eens de noodzaak en urgentie aan van maatregelen. Aanbieders moeten voortaan de autoriteiten en hun klanten direct informeren bij misbruik, bij verlies of diestal van persoonsgegevens. In Nederland is dat het College Bescherming Persoonsgegevens. Ik verwacht dat die verplichting bedrijven stimuleert om de persoonlijke data van de klanten nog beter te beschermen dan tot nu toe. En een ander onderdeel van die betere bescherming van privacy online gaat over data die op je computer wordt bewaard. Het gaat dan om alle soorten data op je computer, je smartphone of andere apparaten met internettoegang. Dat kunnen cookies zijn, maar ook privéinformatie die je opslaat, zoals paswoorden, bankgegevens en foto's. Dit soort informatie zou niet door een ander bekeken of gebruikt moeten kunnen worden zonder je toestemming. Er is ook data die niet is gerelateerd aan de dienst die je op dat moment gebruikt. En Dat zijn bijvoorbeeld de third party cookies. Hier hebben we de lat hoger gelegd. Gebruikers moeten voortaan toestemming geven en goed geïnformeerd worden over waar die data voor worden gebruikt. Er zijn ook cookies die nauw samenhangen met een dienst, zoals taalkeuze of de inhoud van een winkelmandje als je online winkelt. En hier geldt deze regel niet. De regels zijn helder. Het is nu aan het bedrijfsleven en andere belanghebbenden om met elkaar afspraken te maken over de praktische uitvoering. En zij zullen samen op zoek moeten gaan naar een gebruiksvriendelijke manier om hun klanten te informeren en om toestemming te vragen. Hier komen we ook weer bij de centrale vraag van uw debat. Gemak versus privacy. Ik ben ervan overtuigd dat bedrijven hun klanten op een gebruiksvriendelijke manier om toestemming kunnen vragen. En dat consumenten keuzes kunnen maken en er tegelijkertijd op kunnen rekenen dat hun privacy goed wordt gewaarborgd. Dus gemak en privacy, wat mij betreft. De commissie is al betrokken bij een discussie tussen het bedrijfsleven, consumenten en andere stakeholders. En dat heeft geleid tot een systeem van zelfregulering op het gebied van online behavioural advertising. In het maatschappelijk debat gaat het over nog een ander punt: Deep Packet Inspection door KPN. Is dat toegestaan? Natuurlijk moet ook KPN zich houden aan de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Bezorgde burgers kunnen contact opnemen met het college Bescherming Persoonsgegevens. De onderliggende Europese regels bepalen dat de vertrouwelijkheid van zowel de communicatie als informatie over internetverkeer is gewaarborgd. Echter, het verwerken van verkeersgegevens voor facturering interconnectiekosten is toegestaan. En in dat geval moeten abonnees geïnformeerd worden over het soort verkeersdata dat verwerkt wordt en over de duur daarvan. Het parlementaire debat over de herziening van de telecommunicatiewet is gepland voor morgen. Netneutraliteit staat dan ook op de agenda. Laat ik hier helder over zijn. De commissie staat pal voor het behoud van het open karakter van het internet. En ik deel de zorg bij consumenten en parlementariërs over het mogelijk blokkeren van internetdiensten. Maar het voorgestelde amendement is in mijn ogen prematuur. Het kan de ontwikkeling van innovatieve toegangsdiensten tegen aantrekkelijke prijzen belemmeren. En ik heb daarom de Organisatie van Europese Toezichthouders voor Telecommunicatie, Berk, gevraagd om voor het eind van dit jaar een gedetailleerd rapport uit te brengen met marktgegevens. En op basis daarvan kan de commissie overwegen om maatregelen te treffen om concurrentie te versterken of non-discriminatie te bevorderen. Tot slot, de nieuwe Europese voorschriften zijn niet tijdig omgezet in Nederlandse wetgeving. Dat geldt overigens voor meer lidstaten. Ik betreur dat zeer omdat consumenten hierop wachten. En ik betreur het te meer omdat de commissie nauw heeft samengewerkt met de lidstaten om ervoor te zorgen dat deze EU-voorschriften volledig en snel worden omgezet in nationale wetgeving. Bovendien heeft de commissie richtsnoeren opgesteld over verschillende kwesties zoals cookies, universele dienstverlening en hiermee helpen we lidstaten bij de omzetting van de nieuwe telecommunicatievoorschriften. De commissie zal uiteraard inbreukprocedures overwegen tegen lidstaten die de voorschriften niet tijdig hebben omgezet, waaronder Nederland. Voor vanmiddag wens ik u een heel levendig debat toe. Er is voldoende voor voor discussie. Ik ben ontzettend benieuwd naar de uitkomsten.